hebben op dit moment eigenlijk twee wedstrijden gespeeld in de Belgische competitie. Daarvoor was het voor de beker van België. De wedstrijd vorige week was eigenlijk tegen de titelkandidaat samen met ons dan. Daar hebben we gelijk gespeeld en uiteindelijk verloren in penalty shots. Dat is mazeik. En vandaag moet het zich nog uitwijzen, want vandaag is de tweede wedstrijd nog. Dus ik hoop dat we die ook winnen en dan zitten we aan de top van het klassement. Dit seizoen verwachten wij toch een van de beste ploeten zijn. Als wij kunnen gezond blijven en zo. Daar wij kunnen zeker een rol spelen. Zeker de play-off halen. En alles van daar is mogelijk. We hebben dit jaar een aantal mensen bijgekregen. Nu, er zijn een aantal vaste waren ook, van Hasselt zelf. Maar dan hebben we ook een aantal buitenlanders bij. Dat is Lukas. Dat is een Tsjech die we bijgekregen hebben, die vorig jaar ook al gedeeltelijk meegespeeld heeft. En dan hebben we op dit moment ook Mark Percy erbij. Dat is een Canadees die heel veel ervaring heeft van in Canada. En ja, dat zijn natuurlijk sterkhouders van de ploeg en die kunnen eigenlijk het spel maken, hè. Aski is een beetje beperkt qua kernen tegen vergelijk met Leuven. Leuven heeft veel meer aantal spelers. Maar qua potentieel hebben we toch een paar inderdaad goede voorbeelden. Ik denk dat we enorm veel talent hebben. Als je ziet hoe we in de laatste jaren ook internationaal op de wereldkampioenschappen goede resultaten gehaald hebben. Vorig jaar zijn we in Australië geweest. Het was een heel moeilijk kampioenschap. We hebben toen een goede plaats gehaald. Het jaar daarvoor zaten we in Mexico. Zijn we derde geworden. Nou, dit jaar gaan we weer naar het wereldkampioenschap. En daar hopen we eigenlijk deze keer toch de gouden schaal mee naar huis te nemen. Dus ik moet zeggen, we hebben enorm veel potentieel. En dat willen we ook uitputten. Dat doet zeker ook veel tijden. Goed, dat zal zich dit jaar moeten terugbetalen en moeten terugzien in de resultaten. 4-0, ik denk dat het zeker verdiend is. Ik denk dat we er eigenlijk zelfs meer hadden moeten uithalen. We zijn een beetje heel traag begonnen. De tweede periode ging het al iets beter en nu proberen we de derde periode toch een goed aantal goals erbij te doen. Ja.